schat ik op ding doen. En ik hoop dat je blijft. Dus nu vraag ik aan je aandacht. Ja, wezenlijk, hij doet hem gewoon. Hij doet hem gewoon. Wat doet hij gewoon? Yes boys, we hebben net Milan opgehaald bij het station in de bus van VDM Cars. We zijn nu onderweg naar de studio in Purmerend waar we onze wedstrijd tegen Go Ahead Eagles om 6 uur spelen. Zie jullie dan. Dan moet je jas aan. Goed man. Goed man. Ga ik mijn eigen doen? Ja. Oh, doe de deur open voor mij, hè. Oh. Ik sta dan voor de deur van je open. Helaas man. Helaas jongen. Het ding is, die zei, Bobby zei van, dat gaat niet meer lukken om mee te gaan. Heb je je eigen controle? Ja. En jij? Controle van Brent? Zit in mijn tas. Moet dat? Nee, je hoeft niet buis rijden. Nee, je moet hier zo. Ja, doe maar zo. Wie is wie? Ik ben Bobby. Ik ben Paul. Top! Wat als we de binnenkant houden dan? Dan speel je hem gewoon op de 16. Je hebt nu drie mogelijkheden wat je kunt doen. 16. Kort door de voet. Je gaat eerst naar buiten naar binnen. Je loopt geen tweede paal. Of je geeft een gelegd om gewoon die man op de 16 gooit. Je hebt al gelijk. Je hebt nu drie dingen. Tuurlijk. Ik ben gespannen. Hou op man. Ontspannen. Opdrukken. Opdrukken? Je hebt nog 10 minuten. Ga maar 5 minuten harder. Dan kom ik aan het hoofdprobleem aan, dat is ook niet best. In de regel wel, ja. Mooi man. Dus we houden ons hart vast als die vlog gaat. De eerste 5 minuten is gewoon overleden. Oh, fantastisch. Zet alsjeblieft in controle instellingen. Nee, dat boeit me ook niet. Ik ga lekker zitten. Dat zie ik wel. Ik snap niet nou waarom ik ons een klap wil geven. Doe hem, jongen. Ja, ik zal net zoals de eerste keer doe ik er van het podium af. Nee, toen deed je het zelf. Toen viel ik eraf. Was zo enthousiast. Ja. Zo zenuwachtig, ik kan niet zo lopen. De liep je bij, zonder niks aan de hand. Ja. Er was ook niks aan de hand. Ik ook gewoon was de camera. Ja, de meeste vervallen naartoe. De meeste opvallen, heb je het opvallen in de zin van echt opvallend van de kant? Ja, dat we hebben later. FC Twente! En hier komt spektakel aan, jongen. Laatste minuut. Dit wordt wat. Milan Loper. Oh, dit is serieus goed gedaan! En de goal! Hey. Over! Zieke actie, hoor. En Milan dacht misschien wel even dat hij zat zelfs. Rietstoel gaat af. Wow. Phew, dit was echt een prachtige actie hoor. Ja. Dat laatste dribbeltje was een dubbel tap? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik ook nog steeds wel aardig. Ik gebruik hem te veel eigenlijk dit jaar, maar. Oh, en nog een keer, mag nog één keer? Nee. Maldini zit ertussen. Rick over 0. We gaan naar die tweede wedstrijd. We gaan open de tweede wedstrijd in. Ja, dat is die laatste kans, die wil ik nog wel een keertje zien eigenlijk pas. Ja. Nou, we zijn inmiddels bijna 20 minuten onderweg en nog steeds geen doelpunt. Nee. Zo zie je maar. Small margins. Ja, het begint weer een beetje op, wat was het, FIFA 9 te lijken. Arnijn, nog. Ja, dat is hij. Go Ahead op 1-0. Bob van Uden met de 0-1. Er zat wel wat geluk bij. Ja, maar zonder geluk vaart niemand wel. Absoluut waar. Ja, het is dan wachten op die open paaslijn richting een van de voorste mensen. En die wordt hier gevonden door Ronaldo. Oh! Ja. Het is geen paal. Het is gewoon het net. En Brent, kijk die focus. Ja. Brent is nog niet klaar met deze wedstrijd. Wel bakers, maar dan minder lons. Dus ik denk wel dat
als er een partij ontevreden moet zijn met de 1-1, dan wij dat zijn. En die van binnen ben ik dat sowieso ook zeker van. 18 seconden nadat ik druk, daar staat die centen lekker in, loopt hij bijna naar. Weet nou, bij die goal van Bob, zeker keeper, trekt jouw keeper gewoon zijn hand in. Ja, ja, dat is mijn fout, ik verplaats hem een keer doen. Oh, nee. Malen, jongen. Ja. Wij hebben juist de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles gelijk gespeeld, helaas. Maar we staan nog steeds bovenaan, dus volgende keer beter. 120 keer boven. Shotgun op mijn vaste plek. Ik shotgun op mijn vaste plek. Hey Brent, pak mijn plek. Ik vind dat niet de bal.